Broekzakken zet hij enkel opstaan. En hij begint me daarmee die schijnwerper te bewerken. Oh, het moet een rotgezicht geweest zijn. Ik heb het zelf niet gezien. Fijn, hij mee die schijnwerper aan het werken. Zeg eens, ah, zit hij. Ik verschrok er zo van. Ik zei geen A, maar ik zei heel iets anders. Hij zei, je adem is ook niet meer wat het moet zijn. Wat die zo lelijk doen, vrouwtje daar. Nou, de buurvrouw van de week snaagt ook. De andere dag had ze een kindje. Afijn. Mij als Ireneketje, daar maakt me toch ook maar mee. Ja, die was ook nog een dokter geweest. Toen zat hij toch ergens met zijn hand in zijn haarstukje. Hij had ons Ireneketje onderzocht. En hij zei, ik moet u mededelen met een heugelijk feit feliciteren. Mevrouw, zei hij. Als Ireneketje zei, ja, maar ik ben nog steeds juffrouw. Oh, zit hij. Dan heb ik een pijnlijke mededeling voor u. Maar nou ben ik aan het werken gegaan. Ben van de school afgestuurd. Onze vader die zei, je moet mij van de school af, want je wordt de eigen onder juffrouw. En het is allemaal wel goed en wel, zit hij, maar er zullen toch van die platte witte moeten komen. Nou werk ik bij een bakker. Het is bij ergens heel vroeg beginnen. Maar dat is niet het ergste. Nou loopt die een bakker daar heel de dag met een bloot bovenlijf vanwege de warmte, denk ik. Ik zeg tegen een wijze daar. Was niks, zit hij. Ik zeg, me dunkt dat het nogal bij is. Dat zijn medaille zit hij. Hij heeft gewonnen met hardlopen. Ik zeg, maar dan hoe het tegen ons moeder toch niet te lopen.